Hey Boris, ik had een vraag. Die heb ik ook aan andere mensen gesteld die commercieel wel slim zijn en die al blogs ook hebben runnen. Ik ben benieuwd, wat zou een goed verdienmodel zijn voor een website als Kabiri? Heb jij daar misschien een visie over? Ja, tuurlijk. Dus met blogs, meestal met bedrijven, met projecten of mensen, is dat je begint met een beetje verdienen, dan verdien je steeds meer en dan op een gegeven moment ga je heel veel verdienen. Mm-hmm. En met blogs zit die curve er anders uit. Dus gewoon, je verdient helemaal niks. Ja. En dan verdien je opeens heel veel. En als je kijkt naar de top 100 blogs, die zijn allemaal gewoon, die verdienen allemaal wel goed. Terwijl als je kijkt naar de top 200 tot 1000 blogs, dat zijn allemaal hobbyprojecten. Dus het lijkt wel alsof al het geld zich concentreert aan de top. Mm-hmm. Dus ik denk, als je geld wil verdienen op de ouderwetse manier, hè, dus dat je gewoon zegt, ik wil gewoon die blog, ik wil dat die blog groot wordt en dat ik dan aan de advertenties geld kan verdienen, dan zou je dus iets moeten bedenken waardoor die veel groter wordt dan die nu is. Mm-hmm. Of dat je een niche aanspreekt waar weer heel goed op te adverteren is. Dus in plaats van ondernemers je richten op moeders met kinderen die babykleren kopen. ik weet niet, ik heb geen idee hoe goed betaald voor advertenties, maar zoiets. Okay. Dus dat is één ding. Het andere is hoe wij het in ieder geval hebben gedaan met de Conference Hills. Wij hadden ook een blog natuurlijk. Yeah. Wij zijn eerst de conferentie begonnen, maar dat is wel iets wat je ziet wat bloggers doen. Dus die hebben dan een blog, hebben een publiek, een audience. En als je 1000 echte fans hebt, dan met 1000 unieke bezoekers per dag, al komen ze allemaal iedere dag, dat is nog niks. Hè. Dan kun je geen advertentie op verkopen. Mm-hmm. Terwijl 1000 man één keer per jaar in een zaal krijgen voor €500 per persoon. Oh, ja. Dat is al een stuk realistisch. En dan heb je €500.000. Dus dat is eigenlijk zelfs, je zou wel met minder toe kunnen, zou je ook kunnen zeggen. Gewoon een kleine zaaltje, Kabiri Conference. Kleine, ja, dus dan kun je zeggen, van, nou weet je wat, ik mik het juist op 100 man, maar die vraag ik €2.000. Oh, dus ja. Ik doe het heel chic. Of je zegt, nee, ik richt me juist op 1000 man, maar ik reken €100. Dus toch dat offline er ook bij betrekken. Ja. Ja, dus echt het veel meer als multimedia bekijken. En zeggen, nou, waar het uiteindelijk om gaat eigenlijk. Ja. Op een gegeven moment heb je een merk. En dan ga je gewoon proberen geld te verdienen aan het merk. En jouw merk is Kabiri. En dat is nu toevallig online. Ja. Maar als je straks merkt, ik heb die community. Dat merk is sterk. Dan moet je eigenlijk meer nadenken. Wat is de beste manier om geld te verdienen met dat merk? Met mijn brand. Ja. En als je dan zegt, nou, dat is natuurlijk een eigen band. Ja, ja. Nou, dan doe je dat. Of als je zegt, nee, het is een website, maar met een tijdschrift erbij. Of met events erbij. Of met iets combinatie. Als het een band wordt, ga je dan de cowbell spelen? Heel graag. Oké.